Welkom in Café Weltsmerts. Ik ben Rico Brouwer. We gaan het hebben over bitcoin. Het is nu 2019 en dit jaar bestaat het uh, 10 jaar. In 2012 waren ze een tijdje 50 euro per stuk. Vijf jaar later waren ze op het hoogtepunt 15.000 euro per stuk. 2018 klapte dat weer in. Een hoop mensen zeggen bubbel. En in 2018 ging Robert Nas, mijn gast, met sabbatical. ...correlatie of causaliteit, dat ga ik zo vragen. <laughs> maar nu gaat het weer omhoog. Bitcoin is tien jaar oud. We gaan het hebben over cryptocurrencies. Welkom, Robert. Leuk, denk je wel. <laughs> Leuk dat je er bent. Uh, wat is er aan de hand met Bitcoin? Dat is wat ik uh, ja, met jou in dit gesprek wil uitzoeken en kijken naar de afgelopen tien jaar, maar vooral vooruitkijken van waarom gaat het nu weer omhoog? Het is drie keer, drie keer meer waard geworden in een paar ja, maanden. Ja, 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 ja. Voordat we dat gaan doen. Jij, uh, ja, ik mijn introductie naar jou en dan moet je me aanvullen. Je hebt dag en nacht gewerkt met cryptocurrencies, ook als handelaar, de afgelopen jaren tot 2018. En toen dacht je, ik, ik ga nu eerst op vakantie of zo. Dat is mijn vraag aan jou. Wat ja. heb je voor 2018 gedaan en hoe was het afgelopen jaar voor jou? Afgelopen jaar was sowieso een schitterend jaar. Zeker als je een jaar op Sabbatical mag gaan. Het is niet dat ik niks heb gedaan. Ik ben mezelf zeker blijven ontwikkelen, vooral op het netwerkgebied. Waar uh, kijken wie er nog meer allemaal aan het doen zijn, uh, wat ik uh, ook aan het doen ben. Ja. En uh, nee, maar 2017, uit 2017 zaten we op de top van de, van de, van de cyclus. En uh, dat is meestal uh, een goed moment om uh, weer even een stapje achteruit te doen. En uh, wachten tot, uh, tot de golf weer uh, wat rustiger aan is. Ja. Jij ja, zag dat ook. Van oh wacht even. Dit, dit is even nu, nu gaat hij ook weer leeglopen een stukje. Nou, het is een patroon die eigenlijk al twee keer eerder uh, was gebeurd. Okay. In 2011 en uh, in 2013. En nu, uh, nu, uh, nu weer hetzelfde. Oké. Okay. Nou, uh, hij is nu drie keer over de kop. Dus ja. Bitcoin is nu iets van iets minder dan 8000 uh, euro. Wat zie jij gebeuren dan als je naar die cyclus kijkt? Ja. Nee, je ziet uh, eigenlijk vanaf het begin dat Bitcoin is ontstaan. We, uh, uh, zijn we begonnen op, op nul, hè, of op een laag bedrag. Ja. En zo zijn we een stukje omhoog gaan, weer naar beneden, een stukje omhoog, ja. weer naar beneden en weer omhoog. En hard omhoog ook. En eigenlijk, als je, als je kijkt naar zo'n koersverloop. dan uh, kan je daar een bovengrens en een ondergrens aan uh, trekken. En dat noemen we een trendkanaal. En tot nu toe, uh, desondanks de volatiliteit. en een, een daling van 85% met uh, ja. Bitcoin. Zit hij nog steeds in dat positieve trendkanaal. En eigenlijk afgelopen tijd um, um, kwartaal 4, kwartaal 1 van de uh, afgelopen ja. periode, zat hij weer aan de, aan de onderkant. Oké, okay, voordat we verder zitten nerden over, over bitcoin, dat gaan we ook doen. Het, het wordt wel een uh, uh, gesprek dat iedereen kan volgen. Niet te technisch. Um, dat komt misschien later nog wel. Maar uh, voordat we dat gaan doen. Wat heb je zit je een netwerk in 2018, heb je ook an, uh, leukere dingen gedaan. Wat heb je nog meer gedaan? Nou ja, wij wij, wij, wij we hadden gisteren even een telefoongesprek uh, ter voorbereiding van vandaag. En toen, uh, toen zag ik uh, dat je ook uh, muziek maakt. Ja. En uh, ik uh, vind zingen eigenlijk zelf ook wel heel erg leuk. In ieder geval onder de douche. <laughs> en toen dacht ik van nou, jongens, ik, heb, ik heb vrije tijd. Ik ga, ik ga naar, een, naar een zangschool uh, toe. Ja. Dus ik ben naar een zangacademie in Amsterdam gegaan en nou, dat goed aangeschreven dus uh, ik een uh, paar lessen genomen maar ja, ik zat daarnaast ook heel veel in het buitenland dus ik kon helaas niet ja. te veel zanglessen nemen maar toen ben ik samen met mijn zangdocenten ben ik een, een ukulele gaan kopen en een ja. microfoon en Goed. ben ik via het internet ben ik uh, ben ik uh, gaan oefenen ja leuk man dat zei je net echt te grappig nee voor mij hetzelfde ik deed die politiek met de piratenpartij en daarna dacht ik weet je wat ik ga doen ik ga eens even wat gitaar spelen goede keus oké okay. maar we gaan weer terug naar, naar bitcoin daar gaat dit gesprek over um, um, Jij schreef: Dit is juist het moment om uh, Bitcoin te kopen uh, vanwege die cyclus. Hmm. Maar wat maakt het dan dat het uh, volgens jouw analyse nu weer naar zo'n uptrend uh, gaat? Ja, um, val me alsjeblieft in de reden wanneer ik uh, te technisch ja. ga. Maar er zitten wel een aantal technische factoren die dit mede hebben bepaald. Uh, daarnaast is het een, uh, samenspel, een samenspel van omstandigheden. Uh, het is een wereldwijd product, het is 24-7 is het open. Ja. Dus er is niet één iemand die daar aan de knoppen zit en die zegt van nou, nu gaat het omhoog. Maar eigenlijk als je kijkt naar bitcoin, dan moeten we bitcoin onderscheiden in twee bitcoins. Uh, we hebben de bitcoin met de grote B, dus bitcoin met, met, met de hoofdletter B. En dat is het netwerk, dat is eigenlijk wat het bitcoin echt, het protocol wat het eigenlijk is. En daarnaast hebben we de munt, waar de waarde aan gekoppeld is. Dat is de bitcoin met de kleine B. En uh, dat is het betaalmiddel op dat netwerk. Ja. Maar dat netwerk, dat Bitcoin-netwerk, dat wordt onderhouden uh, door miners. En dat zijn eigenlijk uh, sterke computers die uh, rekenkracht leveren om de cryptografische codes, taal, sommen op te kunnen ja. lossen. En uh, wanneer zo'n prijs stijgt, zien andere mensen: hey, hier wat geld te verdienen. Dus er is een groepje met, met, met miners over, over verschillende plekken in de wereld. Uh, vooral in China, maar ook wel, ook wel hier in, in Europa en in Amerika. En dan, en dan stijgt zo'n prijs. En dan op een gegeven moment begint de concurrentie begint te groeien. Maar er zit een hele, hele filosofie achter Bitcoin. De maker van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, die heeft er een hele game-theorie aangeplakt. En onder andere, uh, uh, een van die aspecten is dat. Wanneer um, um, de prijs omhoog gaat, dus wanneer de concurrentie groter wordt om te minen, wordt de moeilijkheid ja. om een bitcoin te minen wordt ook per periode wordt dat aangepast. Dus hoe meer mensen gaan minen, des te moeilijker het wordt. En wat is er nou gebeurd? In zo'n periode dat zo'n stijging gebeurt, van 2015 ja. tot en met eind 2017, is die hash rate, zo heet dat, die moeilijkheidsgraad, ja. die is steeds meer omhoog gegaan. En er is eigenlijk een correlatie tussen prijs en die hash rate, die moeilijkheidsgraad. Ja. En eind 2017 was die onwijs hoog. Nou, dan is er uh, een reden voor miners dus om te zeggen: van nou ja, oké, okay, luister, het is nu eigenlijk niet meer rendabel voor mij. Zo'n idioot veel rekenkracht nodig, ja. kan, kan niet uit. Ja, er zit ja. geen marge meer op. Ik ja. kan, kan er eigenlijk niks meer op verdienen, maar ja. ik heb net wel al die. Miningapparatuur gekocht, want dat wordt ook constant geïnnoveerd. Ja. Weer nieuwe technologieën, duurde, duurde, ja. duurde. Dus er moet veel geld in gestopt worden. En op een gegeven moment nemen mensen te veel risico. Bedrijven nemen te veel risico. En dat is de eerste wave van uh, prijsdaling in de prijs van Bitcoin. Waarbij bedrijven, vooral miningbedrijven, hebben gezegd: van Nou jongens, ja, we kunnen eigenlijk gewoon de kosten er niet meer betalen. We gaan nu onze Bitcoins die we hebben gemind, gaan we op de markt verkopen. Ja. Om en dan daalt die prijs. Juist. Aanbeeld. Okay. Maar waarin ik dus het artikel heb geschreven, en dat is een, een van de redenen, misschien kunnen we vandaag ja. wel nog verder daarop ingaan of op een ander moment. Maar afgelopen kwartaal zag je dus dat die hash rate dusdanig naar beneden toe ging. Ja, het wordt makkelijker om ze uit te rekenen. Waardoor miners weer kunnen gaan zeggen: ik ga weer mijn stroom en mijn rekenkracht ja. erin gooien. omdat ik weer mijn marge op ja. kan pakken. Waardoor de concurrentie weer groter wordt ja. en zo'n prijs. Okay omhoog nou, moet. Dat is wel een dingetje, uh, want ik ga ook wat, wat kritiekpunten naar, uh, naar cryptocurrencies en, en bitcoin uh, neerleggen. Uh, een kritiekpunt op bitcoin is ja die stroom die het kost. Ja. Want we zitten allemaal maken op, nou ja niet iedereen, maar een hoop ja. mensen maken zich zorgen om het klimaat en uh, ja nadeel van cryptocurrencies, je moet echt idioot veel aan rekenen. Ja ja. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Uh, 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 ik, ik hoor verhalen dat uh, juist die milieubelasting um, zou, zou kunnen maken dat, dat mensen niet meer enthousiast zijn over bitcoin of dat zelfs verboden zou kunnen worden. Hoe zie jij dat? Nou ja, zeker. Het is absoluut uh, bizar hoeveel stroom het kost. Andere kant, um, wat we ervoor terugkrijgen, dat jij en ik elkaar kunnen vertrouwen. En dat met alle mensen op de wereld of zelfs in het universum door middel van een protocol. Het ja, is dus daar een toegevoegde waarde dat veel mensen zeggen van, nou, ik ben nu nog wel bereid om daar zoveel uh, stroom uh, uh, in te stoppen. Goed, Ook daarin hebben we natuurlijk ontwikkelingen en zo meteen zullen we op steeds betere en efficiëntere manieren stroom op gaan wekken. Ja. Dus dit is gewoon een ontwikkeling in de vierde industriële revolutie waar we gewoon eventjes doorheen moeten. Ja, nou ja, en je ziet ook uh, hoe meer van die uitrekencomputers, uh, cryptocurrency uitrekencomputers nodig zijn, hoe efficiënter die dingen ook ontworpen worden. Ja, zeker. Dat is ook zo. Oké, okay. okay, um, dus nou ja, milieu is één aspect. Ander aspect is, uh, in, ieder geval, in ieder geval banken, maar ook wel landen, zien het als een bedreiging. Ja. Um, is er nu wetgeving, is bitcoin overal toegestaan of hoe, hoe zit dat? Ja, dat is een ontzettend interessant vraagstuk. Ik ben er vaak mee bezig. Maar eigenlijk is er één conclusie: bitcoin uh, is niet onderhevig aan regelgeving. Het staat, het draait en het zou niet meer stoppen. Nee, maar ik kan wel als land zeggen, je mag geen mining... je mag niet die computer farms maken uh, of zo. Zeker, maar dan zouden ze het stroom, uh, de stroom bijvoorbeeld moeten afkoppelen. Ja. Wat wel een punt is, en, ja. en, en daar, daar, dat, dat vind ik zelf wel... ja, toch wel ook een risico... Hè, mocht zometeen nou het financiële systeem... toch haarscheuren gaan laten zien of het mocht gaan klappen. Nou, dan gaan we hè, veilige haven, bitcoin, je weet het niet. Maar het ding is dat... Hoe komen de mensen aan de bitcoins en hoe zetten ze het geld om? Ja. En dat poortje, het, het fiat naar je crypto, daar kan een overheid zeker in zeggen, daar uh, ja. steken we een stok tussen de deur en dat gaan we niet meer doen. Nou, en dat zou zeker als, als, als een obstakel kunnen gaan gelden voor de adoptie van, van bitcoin. Ja, nou, ik herinner me dat ook nog wel. Toen dat net begon, voor mij in ieder geval, en ik begon niet, ik refereerde niet voor niks aan die 50 euro. Ja. Toen begon het mij de aandacht te krijgen. En toen kon je dat nog niet overal zomaar kopen op, op internet voor, met een e-deal of iets dergelijks. Mm. Nou, dan had je mensen die zeiden, nee, dit kan je via mij. En dat, dat, dan krijg je een soort. Schaduwcircuit of zo, maar nu is dat gewoon netjes. Dit zijn websites waar je, een beetje, met je vanuit je IG-rekening geld kan overmaken en ja, dan krijg, ja, je, ja, krijg ja. je bitcoin over. We hebben hier in Nederland echt, echt goede, goede uh, exchanges zitten die ook wereldwijd uh, opereren. En uh, ja. nou, zeker hier in Nederland is het, is het niet moeilijk om ze aan te schaffen. Ja, maar dat zou dus, ja, als dat verboden wordt, dan, dan is dat wel een. Uh, een hinder op de, op de, op de adoptie van, van. Ik ben echt onwijs benieuwd hoe zij hier ook tegenaan kijken. Ja. ja. Oké, okay. um, dat is de ene kant. Hoe koop ik ze? Dat kan nu gewoon makkelijk met die deal, dus het is niet verboden. Maar hoe, wat moet ik doen dan? Moet ik een, ap, een appje op mijn telefoon installeren of moet ik iets op mijn laptop doen als ik Bitcoin wil gebruiken? Ja, um, eigenlijk um, is het heel simpel. Um, wanneer je een, een bankrekening uh, wilt openen, kan dat tegenwoordig ook al gewoon via als je, als je een, een Apple-telefoon hebt, een iPhone hebt. Ja. Dan ga je naar de App Store toe en dan download je een app van de van bepaalde bank uh, met, ja. die met die regenboogkleurtjes. En het enige wat je hoeft te doen is die, 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 die app te downloaden, je gegevens in te vullen, je, je koppelt uh, je kaart eraan en dat zit. Ja, je zegt eigenlijk, uh, bitcoin op je telefoon draaien is net zo makkelijk als de bankapplicatie. Juist. Dat is wat je zegt. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, maar wat kan ik te verkopen dan nu? Wat, uh, nu? Ja, waarom zou ik het doen? Ja. Kijk, dat stukje van waardevermeerdering, ja. die snap ik heel goed. Hè? Bitcoin voor 50 euro, die nu 8000 euro waard is, dat, dat heeft ja. een aandacht. Nou. Maar wat kan je er nog meer mee? Als, iets, als ergens innovatie heeft plaatsgevonden in 2018, is het wel met adoptie van bedrijven ja. en webwinkels die bitcoin accepteren. Ja. Want waarom? Je hebt heel veel websites uh, die gemaakt worden met bepaalde uh, websitebouwers. Um, en die, daar kan je dan een tool, een plugin, voor downloaden. Uh, en daar kan je met, 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 met geld betalen. Ja. Alleen ook zij, die applicaties, die zijn nu allemaal bitcoin gaan accepteren. En die heb je hebt nu op heel veel webwinkels, dat je gewoon de keuze hebt om, uh, om met Bitcoin te betalen. En sterker nog, zoals waarschijnlijk de meeste mensen uh, 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 dat ook wel een keer voorbij hebben zien komen, die bijvoorbeeld bij thuisbezorgd uh, eten bestellen, ja. nou, daar kan je jaren kan je ook gewoon je pizzas bestellen inderdaad met uh, met Bitcoin. Maar het is dus niet alleen meer pizza, het is nu ook vastgoed. Er is laatst weer een mooi vastgoedobject die in Amsterdam van de hand gegaan voor een x aantal bitcoins. En het begint steeds, uh, steeds meer uh, gewild te worden. Ja, en je refereerde aan, uh, aan uh, als er weer haarscheurtjes in het financiële systeem komen. Hmm. Nou, dat is een ander onderwerp, maar voorbij ja. zit het systeem vol met haarscheurtjes. En toen in 2008 die financiële crisis was. Ik weet niet of daar een verband is, maar in 2009 werd die white paper van Bitcoin uh, bekend. Ja, ja. Dus dat volgde op die crisis en je voel, ik in ieder geval voel aankomen, er komt wel weer zo'n crisis aan. Nee, ja, zeker. En dat is ook de reden waarom ik uh, 2013 ernaar uh, ben gaan kijken. Want op dat moment dacht ik ook echt oprecht, zit. we gaan er nu, gaan we, gaan we, gaan we er niet meer uitkomen. Ja. Nou goed, dat heb ik verkeerd ingeschat. Ik had ook nooit kunnen bedenken dat mensen het niet zouden kunnen inzien. Dat als we nepgeld gaan bij creëren, dat dat, uh, dat, dat waarde zou behouden. Maar goed, meneer Mario Draghi heeft dus nu ook op momentum van dat ik uh, dat rapport schreef dat was ook een van de redenen dat ik ook echt urgentie voelde ja. om uh, documenten te schrijven uh, waarom moet je juist nu bitcoin in je portfolio hebben op een medium artikel dat is ook misschien leuk voor de mensen om dat ja, ik, uh, ik zal hem toevoegen in de links onder de onder oh de leuk, YouTube, ja hoor. ja maar goed Mario drake die heeft dus nu voor de derde keer zijn bijprintmachine uh, uh, aangezet en dat was voor mij de indicatie oké okay, ik heb 1 euro in één portemonnee en ik heb één bitcoin in een andere portemonnee. Per saldo zijn van die Bitcoins zijn er maar 21 miljoen. Dus één Bitcoin is altijd één Bitcoin waard. Maar ten opzichte van dat fiatstelsel waar in dat systeem constant maar meer geld bij, meer euro's bijkomen, ja. moet ten opzichte van die Bitcoin de waarde stijgen. Inflatie. Nou, en dat gaat dus nu, dat is waarom uh, we zo meteen ja, hoogtes zullen gaan zien die we nu uh, onvoorstelbaar uh, Dat is achten. een ander argument dan je net maakte. Net maakte je het punt van, van, van hash rate en uh, de marge die miners kunnen maken. Ja. Um, maar ja, wat betreft dat, dat bijdrukken waar je het over hebt. nou Mario Draghi is de baas van de Europese Centrale Bank. Ja. Hij is niet de enige die geld bijdrukt. Zeker in Japan hebben ze dat ja. uh, uitgebreid geprobeerd. En uh, de Verenigde Staten ook. Alleen dat geld. Het moet wel eerst landen in de, in, de, in de economie, bij mij en bij jou in de portemonnee. Anders merk je er niks van. En wat Drake heeft gedaan, dat landen in het bankensysteem. Ja. Ja, dan, dan, dan komt het niet bij jou en mij terecht. Dus je ziet niet dat nee. er meer euro's nee. zijn. Nee, en, 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 en weer een mega interessant punt. En het zijn er zoveel. In 2018 hebben we dus voor het eerst gezien dat institutionele partijen. Het is in, in, in daarvoor ook wel gebeurd, maar niet uh, in het openbaar. Maar in 2018. Is er gewoon door middel van de grote banken, de Goldman Sachs, de JP Morgan's, zijn de allergrootste opkopers geweest van bitcoin in de OTC-handel. De over-the-counter handel. Dus ja. de grotere partijen uh, uh, bitcoins. Maar terugkomend op, op mijn verhaal okay. net met, met, met de portemonneetjes en de, 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 de inflatie, of zelfs hyperinflatie, waar we ja, misschien naartoe ook, gaan. Uh, ten opzichte van bitcoin. Oké, okay. maar bitcoin, game theorie, waar ik het eerder ja. dit gesprek over had. Die doet iedere vier jaar aan een halvening. En in het begin toen bitcoin uh, op de markt kwam, toen uh, kwamen de 50 bitcoins uh, per 10 minuten uh, ja. op de markt. Nou dat is vier jaar is dat zo gebeurd. Vervolgens zijn we naar vier jaar lang 25 gegaan. We zitten nu op dit moment op 12,5. Ja. Elke minuut komt er ongeveer een bitcoin bij. En, en in het begin was dat veel meer. Dus, uh, ja, wat je zegt. ja. En, en, en waarom denk ik heeft hij ervoor gekozen om het uh, breed te distribueren. Dat veel mensen ze kunnen hebben. Ja. Maar we gaan nu dus bijna al 2020 in, naar mei 2020 toe. Ja. Het is nog een jaar. Maar je ziet dus nu de markt al positie nemen. Met het idee: er is zometeen een nog grotere schaarste. Ja. met de toestroom van bitcoins. Want er gaan zometeen okay. nog maar. Uh, uh, 6,25 bitcoins per 10 minuten ja, ja, ja. in het systeem komen. Ja, dus de aanvoer wordt minder, zou ik maar zeggen. Ja. En ja, dus ik, sommige mensen maken ook de analogie met, uh, met, met goud of zo. Dus je haalt het uit de berg. In het begin gaat het makkelijk. maar Op een gegeven moment raakt het op en dan moet je meer werk doen om, het, om nog uh, nieuwe erbij te vinden. Nou, is er wel een verschil met goud? Uh, zo, 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 als ik dit kwijtraak, zo'n zo trouwring ben ik hem kwijt. Dan ben ik hem kwijt, maar die ligt er niet ergens in een hoekje. Als iemand hem vindt, dan gaat hij ja, daar vast ja, wel weer nuttige ja, ja, dingen bij ja, ja. doen. Maar als ik de code van mijn bitcoin portemonnee kwijt ben, dan, dan is die gewoon kwijt. Ik weet het. En, uh, maar hoeveel van die, hoeveel zijn er nu? 10 miljoen of zo? Ja. Hoeveel van die bitcoins die nu op, uitgerekend zijn, ja. zijn gewoon onherstelbaar verloren omdat iemand zijn wachtwoord kwijt is? Uh, dat is, uh, uh, ze zeggen tussen de 30 en de 40 procent. Oh. Ja. 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 En dat is dus ook waarom het... Voor de late majority, hè? Die, die op een gegeven moment moet gaan instappen. eerst de basisfundering uh, moet neergelegd worden. waar we de afgelopen tien ja. jaar mee bezig zijn. Hè? De apps. Hoe download ik het? Hoe, hoe, hoe sla ik het veilig op? Ja. Nou goed, hé? je hebt dan dus een, 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 een. Eigenlijk ben je je eigen bank. Je bent je eigen kluis. Dat is je blockchain. Je blockchain is je kluis. Ja. En daar heb je een toegang toe. En je toegang die heb je met je eigen privésleutel. En je hebt ook een publieke, publiek, publieke adressen, dat is eigenlijk gewoon waar, waar kan je het naartoe sturen of waar kan je het op ontvangen. Maar die privé sleutel, ja, dat zijn uh, een x-aantal letters uh, achter elkaar. X-letters, cijfers, dat scheelt een beetje, maar het is op het ja. achter elkaar en dat schrijven we op een papiertje. En de meeste mensen die, 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 die schrijven dat dan uit en die knippen het door twee en die vleggen het dan op verschillende plekken neer. Nou goed, de meeste, ja. Als je het kwijtraakt, ja, dan ben je de sjaak. Ja, dat, dat is het veilige van het protocol. Je kan het ook niet uh, hacken ofzo. Maar de meeste mensen zeg je, nou dat vraag ik me af. Kijk, de reden dat mensen bij een bank uh, zaken doen is dat ze niet hoeven na te denken over die privé sleutel. Ja. Op het moment dat je zelf je eigen bank bent, ja. Ja, dan schept dat wel een verplichting naar jezelf toe om om je sleutel goed te bewaren. Zeker, zeker, zeker. Maar als zij het zometeen verpesten doordat ze nu uh, geen goede bedrijfsvoering doen en, en, en de economie om zeep helpen, mogen wij er als burgers zometeen wel voor gaan betalen. Ja. Met het geld wat je op die bank zet waarvan je denkt dat het veilig is. Ja. Uh, nou, dat is het stomme. Want dat zag je in Cyprus en dat zag je in Griekenland. Dat zie je ook in Zuid-Amerika met grote inflatie. Mensen komen pas tot die conclusie dat het ja. funny money is. Ja. De euro en de dollar ja. en al die andere dingen. Op het moment dat het misgaat. Ja, ja, ja. Ja, maar we hebben nog niet echt geleerd van die crisis van 2008. Apart, hè? Nou, ik vind dat, ja, dat maakte mij dat, bij mij opende dat de ogen in 2008. Dat is de reden dat ik nou interviews maak is omdat ik toen begon op te letten. Ja, mooi. Oké. Okay. Oké, okay, een dingetje uh, van Bitcoin wat ik je wilde vragen is um, anonimiteit. Want uh, ze, ze zeggen: uh, ja, het is, je gebruikt het om, om geld wit te wassen, je bent anoniem. Maar volgens mij is het juist zo transparant als men zijn kan. Ah, het is ongelooflijk. En, en het wordt in een bepaald hokje gestopt uh, omdat het uh, in een vroeg stadium door. Uh door, voor, vooral voor drugshandel online werd gebruikt op het Dark Web. Nou, er is geen beter betaalmiddel dan, dan uh, cryptografisch betaalmiddel, waar natuurlijk die websites op draaien. Dus dat is één op één, is dat natuurlijk een perfecte combinatie. Maar goed, uh, ja, ze worden gewoon uh, uh, bij Bosjes bij, bij worden ze opgerold. Dus daar is gewoon inzage in. En er is dus ook een studie gedaan door, uh, door, uh, door uh, grote uh, accountancybedrijven. En het schijnt dat het minder dan 1%. Uh, gaat om, uh, om criminele uh, transacties en als je dat dan weer gaat vergelijken met uh, hoeveel procent dat bij een, bij een dollar systeem het geval is ja dan zijn dat oneerlijke uh, oneerlijke argumenten om uh, om bitcoin, uh, in uh, in een hoekje te zetten ja nou ja het ligt ik geloof als ik dat dan uitleg, probeer uit te leggen aan mensen dan dan uh, maak ik ook de vergelijking van ja voor illegale dingen maar wat voor illegale dingen als je naar wapenhandel kijkt de, ja. de, de meeste wapens worden in dollars verhandeld zou ik ja. maar zeggen maar uh, een andere manier van uh, dingen tegen de wet doen is belastingontduiking. En uh, ja, ik kan heel veel geld uit die flappetap halen en dat onder een matras stoppen. Dat is ook een vorm van belastingontduiking als je niet opgeeft. Ja, ja maar, en, en, maar je zei ook van, maar eigenlijk is die blockchain zo super transparant. Dus in het begin was er ook de aan. Ik dacht ook dat het anoniem was. Dus ja. was ik was echt heilig van overtuigd totdat je de gaande weg steeds meer begint te begrijpen wat het nou eigenlijk daadwerkelijk betekent. Ja. Maar ja, iedereen kan, als ik nu... Voor jouw kopje koffie. Uh, of krijg ik krijg voor jou een kopje koffie. Ik betaal ervoor. En je kan alle transacties die ik daarvoor heb gezien, die ja. kan, je, kan je terugzien. Ja. Dus ja, heel, 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 heel crimineel gevoelig is het uh, niet. Nou, dat is wel een dingetje, want uh, bitcoin, je, je gaf net aan, de, is aan de ene kant, met de grote letter B, is uh, de infrastructuur, is het mm. netwerk. En met de kleine letter B is het muntje. Mm. En als ik iets koop, dan kan je. Zien wat mijn portemonneeadres is. En dan kan je alle transacties die ik gedaan heb. vanuit die portemonnee. ook ja. zien. Dus in die zin is het niet anoniem. Maar bovenop dat Bitcoin-netwerk. kunnen we ook andere toepassingen doen. Zeker. En uh, nou, je kan misschien wat voorbeelden maken. maar mijn vraag daarbij is. dat kan je dus nooit meer uitpoetsen. Je hebt, je hebt ook zoiets als. de right to forget, zou ja. ik me zeggen. Ja. En uh, ja, dat jij kan zien wat ik voor kopjes koffie heb. of andere dingen heb gekocht. dat is één ding, maar. ja, in die zin hindert. Dat de, de toekomst van Bitcoin niet, zou ik maar zeggen. Je ziet nu uh, een steeds grotere wil in, 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 in de Bitcoin-wereld. om inderdaad toch wel het weer terug te krijgen naar de filosofie zoals het is ontstaan. waarbij je gewoon uh, recht op privacy hebt, hè? En, ja. en, en dat is nu zeker niet het geval. Dus ja, ik kan nu alle technische. technische nou, wat, wat je misschien wel kan zeggen. Er, er zit iets aan te komen volgens mij. Maar dus nou, da dat is dus weer 2018. In 2018 zijn dus al die ideeën. die al die jaren zijn geprogrammeerd. door al die, die superslimme gasten. die op de planken zijn gelegd. die zijn dus langzaam geïmplementeerd. Softforken heten we dat. Of wat we dus nu zien. en dat is. Uh, de volgende fase waar we nu ingaan. Ja. We hebben nu tien jaar lang gehad om de fundering Bitcoin-netwerk sterk te maken. Dat draait als een tierenluw. Alleen nu gaan we de volgende laag opbouwen. Ja. En misschien is, ja, misschien kan jij mij dat beter vertellen. Maar kan je mij eens vertellen hoe, hoe jij dat zag, bijvoorbeeld met het internet? Uh, want dat was eerst ook iets wat denk ik niet echt mensen begrepen, totdat de toepasbaarheid erop gebouwd werd. Ja nou ja, internet, uh, sowieso nieuwe technologie heeft een tijdje nodig voordat dat, voordat iedereen het heeft. Geldt voor social media ook, dat is wel een mooi voorbeeld. Uh, en, en je zoekmachine Google ook, dat had je vroeger niet. En ineens gingen mensen zoeken met Google of gingen ze hun WhatsApp installeren of een ander, ander chat En dan duurt het een jaar, een paar jaar en dan heeft ineens iedereen het. Ja. En uh, dat was met internet ook. In het begin was dat van, van ja, heel klein. Uh, Ministerie van Defensie en dan uh, universiteiten en uh, ja, nu heeft iedereen het. Ja. En straks heeft je koelkast cool het ook. Je zit ook op het internet, zou ja, ik maar zeggen. Ja, en dat duurt, ja. gewoon, dat duurt gewoon 10, 20, 30 jaar voordat het zover is. Ja, ja. En dus nu worden inderdaad die volgende, die volgende innovatiestappen, die volgende lagen, die worden er nu opgemaakt, Waardoor dus nog meer mensen kunnen gaan programmeren, applicaties, bedrijven, dataopslag. Ah, zo verschrikkelijk veel. Ik denk dat er echt nog uh, heel veel interessante gesprekken over uh, gevoerd ja. kunnen worden. En misschien ook juist wel, uh, wel hier. Want er zijn, uh, vooral ook in Nederland, zijn er echt wel uh, 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 voorlopers die, uh, die deze revolutie aan het trekken zijn. Ja. ja, het stomme is volgens mij nog steeds, als je op, op de gewone televisie kijkt, dan is bitcoin in het nieuws als het uh, in waarde stijgt. Ja. Ik geloof dat het nu nog wel een beetje tegenvalt. Het is drie keer over de kop He, van, van, <laughs> van 2700 of zo naar 8000 euro per bitcoin. Um, wat is er nog nodig voordat ze er uh, grote aandacht aan geven? Nee, ik pak een wat water. Oh, ja. Lekker. Uh, maar. Um, uh, um, wanneer die nieuwe toepassingen op de markt komen, hmm. beschikbaar komen. Ja, dat is Thank het echte nieuws. En, uh, ja, en ook werkende toepassingen, want ja. tot nu toe kan dat ook nog niet. Ik bedoel, toen wij vorig jaar, uh, even kijken, twee jaar geleden uh, aan het eind van, van die cycli zaten en, 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 en mijn moeder en, en, en mijn tante gingen ook bitcoins kopen, nadat ik ze jarenlang zat te incentivizen. Eindelijk gauw ja, ze ook, ze wilden niet Ze ja, he? doen het ook. He. Werkt het niet, werkt de hele infrastructuur niet meer langzaam, uh, ja. bedrijven waar je het wilt kopen liep vast. Het was er gewoon nog niet klaar voor. Ja. En, dat die schok, hè? Uh, Nassim Taleb schrijft een mooi boek over, antifragiel. Die antifragiliteit, uh, fragiliteit, die is nu steeds meer toegepast. En ik denk dat we nu wel echt klaar zijn voor de volgende instroom. Uh, ja, ik merkte dat mensen. ook. Toen iedereen ineens aan het bitcoin handelen was, toen die waarde omhoog ging, was het netwerk echt helemaal traag. En dat duurde echt uren voordat je transactie door was. En dan denk ik, nou, ik kan wel een kopje koffie kopen, maar dat is flink koud voordat ik... Ja. Voordat die transactie... <laughs> maar dat is gefixt. Er is een laag bovenop gekomen. Het lightning netwerk heet dat dan. En nu kunnen transacties veel sneller afgehandeld worden. Onder andere, ja, onder, Lightning is één een, een van, een, is een, is een van de innovaties die gedaan worden. Maar het zijn zoveel okay. verschillende dingen. En inderdaad, Bitcoin die zit nu nog op 7 tot 8 transacties per seconde. Wel met achterliggende gedachten: dat zijn transacties die gewoon voor altijd op die blockchain staan. En door ja. niemand geïnterveerd kunnen worden. Ja. En zometeen met die nieuwe toepassingen. Ja, gaan we naar zulke hoge transactiesnelheden toe? En dat is mooi, want jij zegt net zelf ook bijvoorbeeld... we gaan naar maatschappij toe, internet of things. Ja. En bij internet of things betekent dus... wanneer we zo meteen de 5G gaan, gaan krijgen... hoe en waar, weet ik nog niet wie, wie het gaat zijn. Maar... Als het Amerika ligt is het niet hoe en waar. Maar nee, dat is ja, het precies, precies. Maar Duitsland die heeft al oh. heel duidelijk gezegd... Uh, wij gaan in ieder geval niet meer met, uh, met Amerikaans uh, verder. Want ja, die stelen toch onze informatie en gooien het op het internet. Maar dat terzijde... Goed, wat, uh, wat het is met die Internet of Things is dat er zometeen uh, ik een koelkast heb die is aangesloten op het internet. En die koelkast die gaat kijken, omdat die is aangesloten op het internet, welke energieprovider op de wereld kan mij het goedkoopste energie leveren op dat moment. Nou, misschien is dat een, 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 een waterval in, in Mongolië. Uh, of is dat een hydroplant in, in, in Canada? Aardwarmte uit IJsland, ja. ja. Okay. En, maar goed, wat is dan de valuta waarin afgerekend wordt? Ja. Want mijn koelkast weet niet of de, de dollar, of de Canadese dollar, of de yen, of wat dan ook... Of dat voor hem waardevol is. Dus uiteindelijk ga je ook toe naar een globale, globale uh, okay. waarde toe. En dan zou je ook weer kunnen zeggen, hè, met zo'n zo Bitcoin, wat niet onderhevig is aan juridicties, dat heeft een bepaalde waarde, omdat dat uh, zo in die protocollen verwerkt is. Ja, dan zou je dus kunnen zeggen, van nou, dan zijn die transactiesnelheden voor zo'n Bitcoin. hij ja. ja, is ongelooflijk interessant. Ja, oké. Okay. Nou, er is ook wat kritiek op die nieuwe ontwikkelingen. Um, in mijn woorden, en corrigeer me maar, maar we weten dus niet wie het uitgevonden heeft. Ja, Satoshi Nakamoto. Het mm. kan een mens zijn, dat kan een groepje zijn. Ja. Maar er is iemand die zegt: Ik ben het, Craig Wright. Ja. En die zegt: Ja, Bitcoin die heeft de langste tijd gehad. Want je bouwt wel laagjes erbovenop, En zo was het niet bedoeld. Mm. Er hangt een bedreiging in de markt. Ja. kijk je daar tegenaan? Ja, verschrikkelijk slimme man, maar we noemen hem wel fake Toshi. Want uh, <laughs> ja, nee, daar is, uh, dat is een. Uh, ja, hoe noemen ze dat? Uh, Zegt, Aha, Greg, ik denk dat we daar ook, niet, daar ook niet verder op in te gaan. Dat zijn de mensen die proberen dat naar zich toe te trekken en ja. het is uh, niet gelukt. En ik denk dat het ook voor de rest geen aandacht meer uh, behoeft. Nou ja, ik begin erover. Ik, ik zat me in voorbereiding op gesprek, lees ik dat hij probeert copyright te claimen op die oorspronkelijke white paper. Ja, nou dat, ik, dat is gestaan. het omgekeerde van wat Bitcoin zou moeten dus, zijn. Dus hij heeft naar buiten toe gebracht dat de US Copyright uh, Federatie, ik weet niet hoe het heet, dat zij ook hebben gezegd van nou meneer Greg White was het. Nou, het bleek uiteindelijk weer een leugen te zijn ja, en zo ja, is dat een hele okay. rij van leugens. Oké. Okay. Oké, okay, nou, er hangt van alles in de lucht. En uh, ja, je moet ter terugkomen hier, denk ik. En dit uh, kan niet in één gesprek. We zijn nu alweer een half uur bezig. Als je wilt, tenminste. Ja, en, en, en kijk, ik vind het ook zo verschrikkelijk moeilijk om hier nu echt te vertellen wat, wat Bitcoin nou is. En daar gaan, we moeten zoveel meer uren ook door verschillende sprekers aan, aan besteed worden. Maar begin vooral jezelf in te lezen. Wat is dit nou eigenlijk echt? Ja, als ik, ja. En het gaat namelijk voor zoveel mensen zo meteen van belang zijn dat die kennis er is. En of je ze nou wel hebt of niet, we moeten in ieder geval met z'n allen echt begrijpen welke transitie er in het systeem op dit moment aan de hand is. Ja. En, uh, en ook los, als ik je goed begrijp, het loszien van die Investering waarvan je hoopt dat meer waard wordt? Nee, de hele prijs, ja. Er gaan heel veel mensen, ik bedoel, er zijn maar 21 miljoen bitcoins. Als je 0,32 bitcoin hebt, dan hoor je al bij de rijkste 1%. En ik snap wel ja. dat er nog 8 uh, acht decimalen achter de 0 zitten en dat het allemaal op te delen is. Maar uiteindelijk moet je gaan kijken wat voegt het toe aan mijn leven. En dat gaat op heel veel gebieden, uh, gaat dat interessant uh, worden. Ja. Oké, okay, nou kom ik ja. hier vertellen. Dankjewel dat je er was. Dankjewel Rika.